Hallo allemaal, een hele goede morgen allemaal. Kijk eens waar ik loop. Dat even lekker wakker worden, hè? In het Park van de Waarheid. Zo noemen ze het ook wel, hè? Park van de Waarheid. Moet zij lekker weten. Zie je daar? Hier. Raga. Mooie Raga. Hallo Raga. In ieder geval, waar wilde ik het over hebben? Ja, ik spreek fucking veel mensen bij mij in die winkel. En ik denk dat zo'n 60-70%, misschien wel 80% nu op het punt staat dat ze het allemaal bullshit vinden. De bullshit praten, la 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 la. De bullshit praten, la 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 la. Bullshit parade. Maar goed, die vinden het allemaal bullshit. En dat is het ook natuurlijk. Maar goed, die zitten toch met hun hoofd in de krantjes. Met hun hoofd op een mobiel. Nieuws te lezen, televisie te kijken. Ja, en dat moet je dan juist niet meer doen. Want deze oorlog is een oorlog op ons bewustzijn. En bewustzijn werkt namelijk zo. Wij zijn bewustzijn. En wij manifesteren onze realiteit middels onze gedachten en onze acties. En onze gedachten worden bepaald door onze omgeving. En alle informatie die ons lichaam tot ons neemt, weet je, onze voeding, stoffen die in ons bewustzijn stoppen. En ook de omgeving, je vrienden en vriendinnen en alle input. Dus die bepalen dat. En dat weten die teringlaaiers ook. Dus wat die teringlaaiers doen, is ons de hele tijd voeden met informatie die zij gemanifesteerd willen zien. Weet je, nu hoor ik weer berichtjes van die en die pleit voor een keiharde bla bla bla. En die en die scholen dicht. En doordat wij dat is alvast voorbereiden. Hè? Voorbereiden op het echte werk. Is er genoeg energie die kant op? Nou, dan gaan we het implementeren. En als iedereen er dan ook nog eens aan meedoet, ja, kom op man. Dus ik zou zeggen, tv'tje uit, krantje uit. Althans, krantje uit. Gewoon niet lezen. En ga lekker zelf eens uit je eigen doppen kijken. Kijk lekker om je heen. Zeg een paar mensen gedag. Doe wat goeds voor de wereld. Doe elke dag een goede daad, weet je wel. Help een oma over straat. Oh, Binky. Binky, wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Hé, hey, Binky. Hé, hey, jongen. Hoi. Hoi, Binky. Nee, maak er wat moois van. En ik zou zeggen, hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal.